Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Jordan werkte in Bar Noord in Antwerpen. En ik ging daar naar de voetbal kijken 4 jaar geleden. En ik ging een Hugo bestellen en ik dacht dat ik een duvel wou. En voilà, liefde op het eerste gezicht. Oh. Was echt liefde op het eerste gezicht? Ja, wel echt. Ja, van beide kanten eigenlijk. We hadden allebei zo direct een momentje. En wie heeft wie dan op date gevraagd? Of hoe is het dan gegaan? Ik vind dat het leuk. Ja, dat was super awkward, want ik ben echt een awkward turtle en ik durf dan zo niet een move maken. Dus uiteindelijk had iedereen heel de avond al door dat we zo mega aan het flirten waren en mega into each other waren. Dus uiteindelijk heeft iemand anders, aan iemand anders van de bar, zijn een nummer gevraagd. Dus echt, allee, super gênant eigenlijk. Via. Ja, zo via, echt middelbare school kind of thing. Maar ja, uiteindelijk had ik wel zo'n nummer en dan heb ik hem een berichtje gestuurd. En dan zijn we 2 weken later op date geweest. Oh. En dan, ja, voilà. En hoe lang zijn jullie nu samen? Ja, 4 jaar en een paar maanden. Ja, ja. Hoi jong, is al zo lang. Ja. En nog altijd mega verliefd. En denken jullie al aan zo later? Zeker. Is het waar? Ja. Daar wordt heel veel over gepraat. Ja, dat klinkt heel melig en stom, maar dat is wel echt de liefde van mijn leven. Ja. All right. En dan wat denken jullie dan? Zo kindjes en zo? Alles, ja. Alles. Zo huisje, tuintje, boompje, trouwen. Al die dingen, ja. Huisje, tuintje, boompje. Ah, ja, kindje ook. Ja, maar ik bedoel... Ja, zeker. Maar ja, alles op zijn tijd, hè. Het is daar. Ik ben 26, dus het heeft geen haast. Je hebt nog tijd genoeg. Maar voilà. Ben je zo iemand die wel... heb je zo'n ideaal trouwfeest in je hoofd? Mensen die er echt op een bepaald moment kei mee bezig zijn. Ja, superhard. Ja? Ja, ik wil helemaal niet groot trouwen. Ik wil echt klein trouwen gewoon met de mensen dicht bij ons. Allee, wij willen dat allebei, want we moeten natuurlijk met twee. Ik ga niet alleen trouwen. Ja. Dus we hebben daar wel een beeld van wat dat moet zijn. Dat moet niks al te groot zijn, gewoon tof, gezellig. Dat moet gewoon rond ons draaien, de liefde. En voilà, voor de rest niet te veel tralala. Jullie praten daar wel echt al over? Ja, mega veel. Echt? Ja. Wij wonen ook samen en zo, hè. Dus dat is normaal, toch? Dat je daar, dat zou... Ja, ik snap dat ook wel. Super raar zijn. Ja, samen, dat is ook... Allee, het zou raar zijn als jullie daar, denk ik, net niet toch? Over praten. Ja. Ja, en ook, ja, we zijn 26, allee, 25 en 26, dus dat is ook wel de leeftijd waarop je daarover begint na te denken, een klein beetje, denk ik. Dus ja... Ja. Zalig, ja. Ik ben totaal nog niet over gehad met mijn lief. Echt? Ik ben 28. Maar ja, maar je hebt wel een kind. Ja, tuurlijk. Dus ja, maar zo, je hebt het daar wel over gehad. Maar jullie hebben echt al zo plannen van... Ja, dat zou dan tof zijn als het op het strand is. Of... Ja, we hebben dat. Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat ook mega leuk om daarover te fantaseren. Want ik heb dat ook al gezegd tegen hem. Ik zou dat ook jammer vinden. De moment dat je trouwt natuurlijk, ja, dan is het gebeurd. Mm-hmm. En dan kun je daar niet meer over fantaseren. Dus ik vind dat net tof om dat nu te doen en daar heel veel over te babbelen. En heel veel, wat zou jij? En zo, alleen daar zo wat over dromen. En zelfs zo van die onrealistische dingen. Maar gewoon omdat dat is gewoon plezant. Want eens dat gebeurd is, is dat gebeurd. Ja. En dan kun je daar niet meer. Dan kun je daar nog wel over fantaseren, maar dan heb je het al gehad of zo. Dus, dan is het wel een mooie herinnering natuurlijk. Voilà, dus dat is ook helemaal niet van dat er nu moet aankomen. Nee. Dat is gewoon, ik vind dat echt gewoon heel leuk om over te babbelen. En ik ben wel een nadenker of zo. Ik ben iemand die veel nadenkt over de toekomst en wat als en hoe zit dat en hoe gaan we dat doen. En dus ja, we babbelen daar wel veel zalig. Over. Ja, ik ga dat ook eens beginnen doen. Ja, maar je zegt sowieso vanavond direct. Ja. Zeg, schat, hoe zit dat eigenlijk? Dat trouwen. Het is misschien een stomme vraag, iets helemaal anders ook. Ja? Maar waar ben jij bang van? Is er iets waar je bang van bent? Mega veel, ja. Zo van die stomme dingen. Ik ben mega bang in het donker. Dat sowieso wel. En van spinnen, dat zijn zo de typische dingen. Maar zo echt bang is... Bang om mensen rondom mij te verliezen. Daar ben ik echt bang voor. Dat zijn ook zo van die dingen. Ik kan daar ook niet over praten, want ik krijg daar direct moeilijk mee. Dus dat is iets waar ik echt wel bang voor ben. Ja. En hoe komt het... Weet je maar waar dat komt, waar je er zo moeilijk over hebt? Of moeilijk mee hebt? Omdat ik mij dat dan direct inbeeld. Ik beeld me dan direct in dat ik iemand zou verliezen en ik zou dat niet aankunnen. En je weet dat dat leven is. Hè. Dat gaat ooit op een dag wel eens gebeuren, maar ik ga afkloppen ondertussen terwijl ik dat zeg. Maar dat is echt iets waar ik schrik voor ben en waar ik niet klaar voor ben. Allee, je bent daar nooit klaar voor. Niemand is daar klaar voor. Maar dat is echt iets dat wel in mij... Denk je daar wel veel over na? Ja. Maar je bent ook een denker, hè? In de positieve kant van, ik denk aan mijn trouwfeest, en in het andere van, hoe zou dat zijn, mocht... Ja, ik ben ook een worst-case-scenario-denker. Oh my god. Ja, ik heb dat keihard. Snap dat.
Dus ja, als ik zo bijvoorbeeld... Ik heb dat echt ooit eens gehad dat ik mijn papa niet kon bereiken. En ik wist niet... Ik wou die zo verrassen voor Vaderdag, mijn bloemetje. En ik kon die niet vinden en die was niet in zijn appartement. En ik hoor dan zo'n ambulance komen en ik denk dan al direct zo... Ja, die ligt dood in zijn appartement. En, allee, zo dat soort dingen. Ja, dat is super heftig. Ja, ik weet het. Ja, ik ben echt een worst case scenario denker. Ik ga direct in paniekmodus als er zoiets gebeurt. Ja, stoem, uiteindelijk was hij gewoon aan het werken. Ik wist dat niet. Ja, die ging eigenlijk vrij zijn die dag daarmee. En dan moest hij toch gaan werken. En ik wist dat niet. En daardoor was ik helemaal in de paniek. Dus die moest daar ook heel hard mee lachen achteraf. En ik achteraf ook, want op het moment zelf... Ja, nee, dat snap ik. Ja, en dan zo... Hij belde dan en echt zo van ontlading beginnen wenen. Ik ken zo... Zing, ik denk dat jij dood was. Ja, wow. That's me. Amai. Ja, dat lijkt mij wel... vermoeiend. Ja, dat is heftig. Benieuwd naar de rest van de aflevering? Beluister 22 minuten stomme vragen nu via de app van VRT Max.